Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld aan een iPad. Een device met eindeloze mogelijkheden. Ik laat het je zien. Mijn naam is Thijs. In een vorig filmpje heb je al geleerd hoe je kunt programmeren met de app Swift Playgrounds. In dit filmpje laten we je zien hoe je deze app kunt koppelen aan het grappige robotje Dash. De vaardigheid problemen oplossen wordt steeds belangrijker voor kinderen van deze tijd. Met programmeren trainen ze die vaardigheid. In dit filmpje leer je daarom hoe je de iPad koppelt met producten zoals Dash. Start de app Swift Playgrounds op de iPad en download de Wonder Workshop add-on. Open daarna de Dash Playground. Volg de link in de omschrijving voor de handleiding hiervoor. Verbind Dash met de iPad. We beginnen op level 1. Tik op Start coderen. Doorloop de stappen om het circuit af te leggen. Voer de code in. Stuur tenslotte Dash aan met Swift Playgrounds. Gelukt! Tof hè? Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Kijk dan verder op de website van de Rolfgroep.